vind het wel ideaal een blowere muziek zo. Dat is echt zo. Als je rustig wil horen, dan ofwel Roodje en Frietzak, ofwel leg je een cd'tje op van Absent Minded. Daar word je alle twee rustig van. Compleet relaxed. Dus laat de wereld maar druk doen. Ik onthaast toch muziek van Absent Minded en dan. Maar een cd zo komt er zo zeker een rust over. Maar wat ik me dan afvraag of zo, dat ze die muziek gemaakt hebben op wiet en hash en. Of dat zo. Dat die gewoon natuurlijk tot stand is gekomen. Dat zou ik graag willen weten. Als het zo zou geweest zijn, als dan een verboden middel is gemaakt, die muziek, zou misschien ook die cd's uit de handel moeten gaan worden. Want dan zijn die niet op legale manier. Die studie tot stand gekomen dan. De coureur, zijn uitslag wordt ook geschrapt natuurlijk, als hij niet gereden heeft, niet zuiver. Dus vind ook, als Absent Minded zo gebloot hebben tijdens, of tijdens Dead on My Feet, dan denk ik de nummers van de cd moeten gehaald worden. Ik vind enkel de jeugd moet zuivere muziek aangeboden worden.